Ik ben Wilco van der Schans en ik streef naar een betere samenleving door naleving. En samen met mijn collega's pak ik overlastsituaties aan. Dat doen we als het moet met handhavingsinstrumenten, maar bij voorkeur doen we dat via preventieve oplossingen. Zodat burgers uitgenodigd worden tot naleving. Een voorbeeld is hier in de haven, daar hebben we een parkeervoorziening gerealiseerd voor vrachtwagens, zodat de chauffeurs hier hun vrachtwagen neer kunnen zetten. Daarbij hebben we ook een foldertje ontwikkeld dat de chauffeurs hier ook naar verwezen worden als mensen ergens anders staan waar ze niet mogen staan, dat ze hier naartoe verwezen worden. Wat we ook hebben gedaan is met de collega's van de gemeente en met de ondernemingsverenigingen contact gezocht, zodat ze in de toekomst nog een grotere voorziening kunnen treffen, want deze parkeerplaats is eigenlijk aan het vol raken. Ja, nog een taak die we hebben is het controleren van de toeristenbelasting. Ook weer twee delen. Een deel is de arbeidsmigrant die in Veghel heel veel voorkomt, want het is natuurlijk een grote industriestad. En in het buitengebied daar zitten heel veel arbeidsmigranten die in de landbouw werken. Die moeten allemaal, of ze zijn ingeschreven, en als ze niet ingeschreven staan, dan moet de huisvester een nachtregister bijhouden. En dan moeten wij controleren of dat ook netjes gebeurt. Dan heb je ook nog de toeristen die echt in de hotels en de camping zitten. En hier bijvoorbeeld in de passantenhaven, ook de beheerder van de passantenhaven die moet dus een nachtregister bijhouden. Een taak die we ook hebben is parkeren. Ook daar kun je preventief oplossingen bedenken. Er zijn locaties bij die in de parkeerverbodszone een beetje afgelegen zijn. En dan zijn de mensen kennelijk vergeten dat ze daar niet mogen parkeren. Dan schrijven wij op een gegeven moment te veel bekeuringen naar onze zin. En dan zeggen we, hoe kan dat nou? Nou, en dan hebben we een oplossing bedacht, laten we eens een herhalingsbordje plaatsen. Dan hoeven die mensen die overtreding niet mee te maken. En zo'n bordje, dat hielp, want de overtredingen nam drastisch af toen het bordje geplaatst werd. Het deel is de algemene controles. Dan gaan we bij de zaken langs. Dan gaan we controleren of de vergunning klopt, of de terras volgens de afmeting is. En of de leidinggevende nog allemaal actueel is. En daarnaast maken we natuurlijk ook een praatje over en dat is het tweede deel van de Drank- en Horecawet, hoe zij omgaan met de leeftijdsgrenzen. Of ze controleren, of ze bij grote evenementen bijvoorbeeld met bandjes werken of iets dergelijks. En daar kunnen we natuurlijk ook een stukje voorlichting in geven. Wilco is sowieso heeft sowieso alle goede eigenschappen om een hele goede BOA domein 1 te zijn. Maar om genomineerd te worden voor BOA van het jaar moet je toch al over iets extra's beschikken. En dat doet hij op allerlei vlakken. Hij is zeer collegiaal, hij is gedreven en altijd vriendelijk. Hij is een verbinder tussen in- en externe partijen. En hij heeft de gave dat hij bijzonder veel wetten en kennis in zijn hoofd op kan slaan, waar wij als collega's heel veel profijt van hebben. Vandaar ook de bijnaam Wilcopedia. Kortom, Wilco is voor ons de BOA van het jaar. En Wilco is genomineerd als BOA 2016. Ik ben daar heel erg blij mee dat hij genomineerd is, want hij is het meer dan waard. Hij is een echte teamplayer. Hij zorgt dat hij samen met zijn collega's werk maakt van het BOA, van de BOA-taken. En daarnaast is hij communicatief heel erg vaardig. Hij is iemand die mensen stimuleert, enthousiasmeert, waardoor er een team ontstaat wat als een geoliede machine loopt. Kortom, ik ben heel erg blij dat we nu op de valreep naar de fusie naar Meijerijstad Wilco mogen in ons team hebben als BOA van 2016. Goeiedag, mijn naam is Marcel Frenzel. Ik ben de waarnemend burgemeester van Veghel. En ik ben ontzettend trots dat onze BOA, Wilco, is genomineerd als de BOA van het jaar 2016. Niets is te veel voor hem. Dag en nacht zet hij zich in voor de openbare ruimte en de veiligheid in de gemeente Veghel. Hij doet dat met veel passie en energie. Veghel gaat op in Meijerijstad, samen met Schijndel en Sint Oederode. We zijn druk bezig om daar een mooi BOA-team voor de nieuwe gemeente Meijerijstad van te maken. En ook onze Wilco zet zich geweldig daarvoor in. Proefdraaien is al gebeurd en wij denken dat Meijerijstad straks vele Wilco's krijgt, zodat de burgers in Meijerijstad optimaal bediend worden als het gaat om de openbare ruimte en de veiligheid in Meijerijstad. Wilco, ik ben trots op je. Wij gaan de Wilco!